Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben vandaag op een ander plekje gaan zitten voor de gezellig. Ik wilde vandaag mijn favoriete weers met je delen. Het is super lang geleden en ja, ik denk in deze tijden van veel thuis zijn, ja, ben je toch, tenminste ik ben dan wat meer bezig met verzorging. En ja, het enige wat mensen van mij zien de laatste tijd is mijn hoofd. Dus dat maak ik echt wel op. Verder zit ik eigenlijk altijd in een jongbroek en over het algemeen ook in een trui. Zoals deze fantastische roze trui. Die kocht ik bij ASOS. Love it. Maar ik dacht, ja, het is gewoon weer tijd voor een favoriete video. Omdat ik gewoon weer heel veel nieuwe favorieten heb. Een aantal oude liefdes die je ook weer voorbij ziet komen. Maar ik heb zoveel mogelijk nieuwe dingen gedaan. Ja, gewoon om weer eventjes wat tips te geven waar ik heel vrolijk van word. En hoop ik jij ook. Dus laten we gauw beginnen met skincare. Ik heb een tijdje wat onrustige huid gehad. Ik was een beetje op zoek naar waar zat het hem nou in. En ik wilde een beetje retinol gaan gebruiken. Maar ik wilde ook mijn huid weer tot rust brengen. Dus ik heb nu een soort hele routine van welke dag doe ik wat. En één nieuwe lievelings daarin is deze. De Paula's Choice 2% BHA Liquid Exfoliant. Dit is nou ja, een heel bekend product. Er wordt nu ook mega veel reclame voor gemaakt. En ik dacht altijd, nou ja, weet je, is het de prijs waard? Maar ik vind het heel erg fijn spul. Ik gebruik het zo'n 3-4 keer per week. Maar altijd als ik, omdat ik, het hangt een beetje af wat ik zeg maar als verdere routine doe. Maar als ik dit gebruik, ik zie echt, 's ochtends heb ik echt een meer glowy skin. Ik zie echt verschil. Ook heb ik veel minder onzuiverheden. Want ik had gewoon op een gegeven moment heel veel onzuiverheden. Het is nu de tijd van de maand, dus ik heb nu weer een beetje onzuiverheden. Maar normaal gesproken eigenlijk bijna niet meer. Ik had er best wel veel hier. En ja, ik wist niet zo goed waar het aan lag. Ik heb dus ook qua voeding of medicijn of zo eigenlijk niks veranderd. Maar ik ben wel dit gaan gebruiken en nog een aantal andere dingen die in mijn beleving echt heel erg hebben geholpen. Zo ook deze. La Roche-Posay Evaclar het serum. Ultra Concentré. En dit serum, ik gebruikte al als ik... Nou, ik wil hem niet echt heel scherp stellen. Hallo. Daar is hij. Ja, deze. En dit is een serum en ik gebruik al heel lang, als ik last heb van onzuiverheden, gebruik ik hier, de area waar ik onzuiverheden heb, gebruik ik heel vaak een crème van Evaclar. Ook La Roche-Posay, ook van de Evaclar lijn. En die vind ik heel erg fijn. Dus ik dacht, ik hoorde goede verhalen over dat serum, dus ik dacht, laat ik dat ook eens een beetje gaan proberen. En ik vind het heel erg helpen. Ja, ik weet niet of je ziet hoeveel ik er al uit heb gebruikt, maar best wel veel. Nou, dat komt denk ik helemaal niet over op beeld. Maar ik ben nu ongeveer op de helft. En ik doe dat ook zo'n 2-3 keer per week. En ja, ik vind het... Nou, deze twee hebben in ieder geval zeker bijgedragen aan het rustiger maken van mijn huid. Waar ik ook mee begonnen ben, is het meer een beetje... ja, hoe zeg je dat? Ik ben ook niet meer de jongste. Ik ben 36. Dus ja, je moet een beetje gaan opletten dat je geen rimpels en dingen krijgt. Nou heb ik ja, dat nog niet echt gelukkig. We kloppen het even af. Maar ja, gewoon een beetje meer ja, ook de doorbloeding en zo te stimuleren ben ik dit gaan doen. De Gua Sha. Ik had al een jade roller en die gebruik ik vrij regelmatig. Dat vind ik heerlijk, gewoon met zo'n roller lekker over het gezicht. Maar ik hoorde van veel mensen dat dit ook een toppertje is. Dus ik heb de roze kwarts variant. Ook vooral omdat ik roze gewoon erg mooi vind, moet ik erbij zeggen. Maar, en ik wilde deze, want ik had namelijk al eentje, die heb ik ooit een keer gekocht bij My Jewelry. Maar die heeft zeg maar 3 puntjes, maar ik wilde juist deze, want dit is, zeg maar voor al dit soort plekken, is juist deze vorm heel fijn. En ook hier, ja hiermee ga je eigenlijk, je doet olie op je gezicht en dan ga je je gezicht eigenlijk masseren. Je maakt, je begint eigenlijk hier, zodat je lymfen open gaan staan en daarmee ga je zeg maar al het vuil en de ellende uit je systeem halen. Ik moet zeggen, ik vind het vrij verwarrend hoe je het precies moet doen. Ik heb heel veel films gekeken hoe je dit moet doen. De meningen zijn nogal verdeeld. Moet je hier naar boven of naar beneden gaan en zo. Dus ik heb maar een beetje mijn eigen systeem bedacht. Maar ik ga dus, nou ja, je moet volgens mij minstens 5 keer. Dus ik doe meestal 6 à 10 keer doe ik mijn hals. En dan ga ik hierheen. En je moet dan altijd zo'n soort van het losschudden aan het eind. Zodat het allemaal goed... ja, de klieren zeg maar ingaat of weet ik veel wat. Ik ben hier geen expert in, dat begrijp je, maar ik gebruik het wel heel graag. En dan ga je zo langs je huid en het is vooral belangrijk dat je hem niet zeg maar rechterop zet, maar juist liggend.
En ja, ik vind het heel fijn. Het voelt gewoon heel zen. En ik heb ook echt het gevoel, als ik dit heb gedaan, als ik één kant zeg maar heb gedaan, de andere nog niet, denk ik echt, je ziet gewoon echt verschil. Dat is echt heel bizar. Maar het lift het gewoon een beetje. Het haalt de puffiness een beetje weg. Love it. Dan gaan we door naar haar. Want ik ben echt al heel lang niet naar de kapper geweest. Echt even een kappersafspraak maken nu het weer kan. Maar goed, ik had niet zo heel veel haast. Want ja, van haar. Ja, het zit wel, weet je. Het is niet... Het heeft wel eens beter gezeten, maar het is ook niet zo dramatisch. Maar wat wel heel belangrijk is goede verzorging. Dus wat ik sowieso regelmatig doe, zeker in deze coronatijden, is de Olaplex nummer 3. En nou ja, vroeger, zeg maar, toen ik gewoon nog naar de kapper ging, eens in de zoveel tijd, deed ik dat dan gewoon, nou ja, een minuut of 10, een kwartiertje in laten trekken. En dan spoelde ik het weer uit. En dat doe ik nu niet. Ik doe het nu gewoon echt een hele nacht. Ik krijg een soort tranen. Ik weet niet precies waarom. Misschien door het... enorme veel licht. Maar nu doe ik het echt gewoon een hele nacht. Ik was mijn haar 's avonds, doe ik het erin, ga ik ermee slapen en dan 's ochtends was ik het eruit. Ik heb echt het gevoel dat het wat deed. Ik heb, dit doe ik al de hele coronaperiode, dus toen ze ooit weer de kappers weer open mochten, toen zei mijn kapster ook, ik vind je haar er echt nog heel goed uitzien. Het valt heel erg mee met hoe het is en het helpt denk ik ook wel. Ik verf mijn haar natuurlijk niet, dus ja, het is ook een beetje wat het is. Ik krijg hooguit dode punten. Maar goed, om dat allemaal een beetje goed te houden. En zeker omdat ik de laatste tijd weer heel graag mijn haar krul. En ja, hitte is niet het beste voor het haar. Gebruik ik nu ook deze. Je dacht, waar bouwt het zich nou op? Hè? Nou, deze dus. De Olaplex nummer 7 Bonding Oil. En deze gebruik ik eigenlijk als een hittebeschermer in mijn haar. Dus die doe ik eigenlijk op de lange einde van mijn haar. Voordat ik het ga feunen. Dus ik doe dit op nat haar. En als ik het vervolgens heb droog gefeund en ik ga mijn haar krullen, gebruik ik iets anders. Maar deze gebruik ik dus eigenlijk op een natte haar. En ik vind het heel fijn spul. Het wordt er niet vet van. Ja, ik vind het prettig spul. En nou ja, mijn haar blijft er goed uitzien. Dan een parfum. Want dat heb ik volgens mij al heel lang niet in favorieten gedeeld. En ik heb ook eigenlijk altijd ja, een soort van klassiekers die ik heel graag draag. Maar er is een nieuwe bijgekomen. Deze kleine schattige dame. Dit is... de Chloe geur. Ik weet niet precies hoe die heet. Gewoon de Chloe. De Chloe. Zo heet hij niet. Maar ik zal hem wel even opzoeken. Ik zal proberen hier alles ook even onder te linken. Maar dit vind ik echt een hele fijne, frisse geur. Nu weer een beetje naar de lente gaan. Beetje fris, bloemig. Iets minder zwaar, zeg maar, dan mijn normale geuren. Ik vind dit heerlijk. Dus deze. Kleintje tussendoor. Dan heb ik een dure en een goedkoper alternatief. Ik ben helemaal fan van dit spul. Dit is de Dior Backstage Face & Body Glow. Dit is een fantastisch spul. Ik ga het even een beetje laten zien. Ik weet niet of het overkomt, maar we kunnen het altijd proberen. Dit is het. En als je dit uitsmeert, je mengt het eigenlijk met je foundation, maar... Oh, deze glow is fantastisch. Nou, ik hoop dat het overkomt. Ik vind dit geweldig spul. En ja, wat ik dus altijd doe, is ik doe foundation en dan doe ik een druppeltje van dit erbij. En dan smeer ik het over mijn gezicht en dan heb je gewoon een heerlijke glowy skin. Maar ja, ik niet als ik ook niet naar een budget variant op zoek ga. En dan heb ik deze voor. Dit is de Sleek Highlighting Elixir. Illuminating Drops. Hallo. Ja. Nou, dit is wel een clear ding. Dus zeg maar, qua verpakking valt hier wat winst te behalen. Dit is hem. Maar, ik zal hem even iets lager aanbrengen. Ik heb hem iets lager aangebracht. Nou, ik weet niet. In mijn beleving hetzelfde. Dus ook deze meng ik regelmatig door mijn foundation heen. En nou ja, het effect is echt exact in mijn beleving hetzelfde. Ze voelen ook hetzelfde aan. Helemaal top. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik deze ook gewoon weer opnieuw zou kopen. Omdat ik dit, ja, ik word er gewoon heel blij van deze verpakking. En ik meng hem dan graag met mijn lievelingsfoundation. Dit is de Dior. Deze verpakking is echt helemaal ellendig geworden. Het is de Dior Backstage Foundation. Zie je dat? Helemaal, ja, helemaal uit elkaar gevallen of zo. Ik heb hier de kleur 2N van. En deze gebruik ik in combinatie. En dan, ja, is toch een beetje het Dior gevoel of zo. Maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik heb eigenlijk, nou, die gebruik ik altijd samen. En dan als ik bijvoorbeeld een goedkopere foundation op mijn hoofd smeer, dan combineer ik het met deze.
effect is precies hetzelfde. Beleving is misschien iets anders, maar het effect is echt exact hetzelfde. En deze is echt een fractie van de prijs. Dan, nou, ik denk wel misschien wel de topper uit dit ding. Mijn nieuwste ontdekking. De Anastasia Brow Freeze. Oh, dit zien jullie natuurlijk totaal in de spiegel. Verschrikkelijk. Ik zal hem even van binnen laten zien. Dit is een, ja, nou, je ziet eigenlijk niks. Het lijkt wel een soort, het is gewoon een doorschijnende gel. Dit spul, fantastisch. Dit is ja, de Brow Freeze. Ik zag op een gegeven moment een keer een plaatje voorbij komen bij, op YouTube van een meisje, wat ik verder niet kende. En die had een, zeg maar, het was een foto van wenkbrauw. En ik dacht, deze vrouw, hoe doet zij dat? Nou, door dit te gebruiken. Nou, ik heb het verder ook niet meer opgezocht wat andere mensen ervan vonden. Blijkt dus enorm al een hype te zijn overal nergens. Maar dat wist ik niet. Ik had alleen dat meisje gezien. Ik dacht, het maakt niet uit, ik bestel dit. En fantastisch spul. Ja, ik weet niet of je het nu een beetje kan zien bij mij. Maar je krijgt er enorme bushy wenkbrauwen van. Waar ik heel erg van hou. Ik heb heel de tijd het met die zeep gedaan. Gewoon met van die glycerine zeep. Heet glycerine. Nou, in ieder geval gewoon die 1 euro zeep van de HEMA. Maar met regen, as we speak is het aan het regenen, is dat gewoon verschrikkelijk. Want dat sop, zeg maar, druipt gewoon je ogen in. En daarbij ja, vond ik het ook niet het meest praktische, zeg maar, qua aanbrengen. Want ja, je moet je kwastje nat maken, je borsteltje nat maken, dan moet je erin doen, dan moet je erop. Nou, dan loopt weer iets anders uit. Dus deze, ja, deze maakt het gewoon makkelijker, het leven. Dus de zeep is zeker ook een goede optie, maar deze is net even iets beter. Blijft echt, zit als een huis. Je moet geen fout maken, zeg maar, want als het helemaal droog is, is het droog. Maar wat ik dus doe, ik kam ze helemaal omhoog. Dan zie ik er echt uit als nou ja, de Gruffalo, denk ik dat mijn kinderen zouden zeggen. Helemaal omhoog. Dan doe ik het een klein beetje, zeg maar, met het wenkbrauwborsteltje. Als je trouwens een tutorial wil zien, laat even weten. Dan zal ik het doen. Maar ik heb het ook maar van haar geleerd. Ik weet niet hoe ze heet. Ik zou haar ook nooit terug kunnen vinden, denk ik. Maar een fantastische vrouw. Tenminste, een vrouw met fantastische wenkbrauwen. Maar ik kam ze dus omhoog. En dan doe ik een heel klein beetje met het borsteltje zo. Dat ze dus niet die haren recht overeind zijn. Maar een klein beetje een bochtje maken. Laat ik het drogen. En dan doe ik wenkbrauwpoeder. Want ik vind dat, normaal doe ik eigenlijk altijd met een wenkbrauwpotlood. Maar ik vind bij deze look werkt poeder gewoon makkelijker. Omdat, ja, dat wenkbrauwpotloodje er niet echt meer lekker tussen krijgt. Zoals ik doe dan poeder gewoon van de HEMA. Ja, en ik vind het echt fantastisch. En ik krijg echt heel, ik zie weinig mensen, maar de mensen die me zien zeggen, ja, Karine, heb je met je wenkbrauwen gedaan? Want zitten ze fantastisch. Brouwvries. Dus, tipje van de dag. Ik vind het fantastisch spul. Dan blush, want ja, een favoriete video van mij zou geen favoriete video zijn zonder blush. Ik heb 2 nieuwe liefdes op dat vlak. Ik heb ze ook maar voor de gelegenheid allebei over elkaar opgedaan. Normaal doe ik dat niet, maar daar kan je ze allebei zien in actie. Als eerste de Charlotte Tilbury, de Pillow Talk, de Cheek to Chic. De kleurpillow talk dus. En dat is deze. En hij heeft dus eigenlijk 2 kleuren. Een beetje meer bruine kleur en een beetje een ja, lichtroze highlighter kleur. En je mengt ze eigenlijk door elkaar. En dan krijg je een beetje een bruinige swirl. En ja, het is echt een beetje, ik heb hem natuurlijk over die highlight heen gedaan, maar het is een beetje een bruin-roze kleur. Dus zeker voor, zeg maar, mensen die niet houden van een mega blush look. Ik hou daar wel van, maar mensen die daar niet van houden, is het een hele mooie kleur. Maar ik vind het vooral ook een mooie kleur als ik wat heftigere ogen heb, om hem dan, ja, dan wil je niet ook nog een soort kermis blush op je hoofd. Dus ik kies altijd of voor wat heftigere ogen en een rustigere blush, of wat meer blush en wat minder oog. Dus deze gebruik ik dan. Het is gewoon een hele mooie natuurlijke kleur. En de andere, die is juist als ik mijn ogen wat rustiger heb, dan doe ik wat meer, wat vrolijkere blush op. En dit is de Laura Mercier Blush Infusion Color Infusion in de kleur Peach. En die ziet er zo uit. Een hele mooie perzikkleur met een goud glansje. Dus je ziet ook wel een beetje verschil tussen de beetje meer bruin tint en echt de perzikkleur. En ik vind de pigmentatie hiervan heel mooi. Hij brengt heel zacht aan. Ik heb hem dus nu een klein beetje op de appeltjes van mijn wangen gedaan. En een klein beetje over mijn oogschaduw heen.
hier zie je hem ook. Zie je? Dus hij is echt wat, ja, wat meer perzik oranje en deze is wat meer bruin. Dus het dient zeg maar een ander doel. Maar deze heb ik nu in mijn standaard make-up pakje zitten. En ik, nou ja, afhankelijk van welke ooglook ik maak, pak ik een van de twee. En dan komen we bij het laatste, namelijk mijn ogen. En ik heb de laatste tijd weer deze gouden oude filter pakken. Dit is de Too Faced Natural Eyes palet. Met allemaal natuurlijke kleurtjes. Ik gebruik graag deze in mijn binnenste ooghoeken en op mijn wenkbrauwbot. Deze gebruik ik vaak voor als ik gewoon even simpel een swoosh wil, zeg maar. Wil ik net even iets meer, dan gebruik ik ook nog deze kleur. En dan doe ik op mijn bewegend ooglid nog een van de glansjes. En heel soms gebruik ik nog de donkere kleur langs mijn wimperrand. Dus ik gebruik eigenlijk alle kleuren behalve Chocolate Martini. Die gebruik ik eigenlijk bijna nooit. En Erotica gebruik ik ook niet zo vaak. Oh, een gekke naam trouwens. En Silk Teddy meng ik nog wel eens met Heaven. Zeg maar voor wat meer glans in mijn binnenste ooghoek. Dus ja, eigenlijk vind ik dit een heel fijn paletje wat ik een beetje weer heb herontdekt. Lag al heel lang in mijn kast. Heb ik vroeger heel veel gebruikt, maar ook weer heel lang niet. Ik probeer af en toe een beetje te rouleren. Dus dan op een gegeven moment denk ik van nou, ik heb nu wel weer 6000 looks gemaakt met dit palet. Ik pak weer een andere uit mijn stash en zo wissel ik dat een beetje af. En dat doe ik eigenlijk ook met blushes. Dan kies ik weer een andere, nou ja, wat meer rustige blush en een wat meer vrolijke blush. Ik heb ook nog vaak de Dior blush erin zitten die eigenlijk naar alle skin tones aanpast. En die is net weer wat koeler van kleur. Dus hangt een beetje ook van de look af. Dus ja, dit zijn eigenlijk mijn favorieten van de laatste tijd. Van de laatste, nou ja, maanden dat wij hier alweer thuis zitten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Wil je meer van dit soort video's, vergeet dan vooral even een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. Voor allerlei soorten video's, van shoplogs tot tips over wat ik doe met de kids. Ik heb laatst verteld over zinnelijk worden en speentjes. Er komt binnenkort een hair tutorial aan. Of die komt net iets eerder online. Meestal komen de video's op zondag. Dus ja, ben je benieuwd naar al dit soort video's? Laat het vooral weten. Doe een duimpje omhoog. Dan weet je dat je het leuk vond. Heb je nog specifieke wensen? Laat ze vooral ook eventjes weten. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Oh, en laat vooral natuurlijk even weten wat jouw favorieten van de afgelopen tijd zijn. Ben ik heel benieuwd naar. Dankjewel voor het kijken. Doeg!